Willem, zijn er nog andere dingen die ik hier niet in mijn voorbereidingslijst heb staan, maar wel tof zijn die in de pijplijn zitten? Ik ga op vakantie, dus ik heb niet zo gek veel. Dat is zeker tof. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Reinoud. Hallo. Met Willem. Hoi. En met Arnoud. Hoi. Gezellig jongens. Kijk, Arnoud is nou weer gewend dat we hier op kantoor zitten. Maar voor mij, voor Willem en Reinoud, is het de eerste keer aan deze tafel. Zeker. Als ik het wel heb. Zeker. Ja, altijd vanuit huis. Wij gaan het hebben over... Er komen een paar dingen samen. Heel veel dingen zijn duur tegenwoordig om te kopen. Sowieso. Mm-hmm. Daar hebben we denk ik het laatste jaar of twee jaar al veel over gehad. Vooral in de componentenhoek. Wat je ook heel veel huurt. Wat je heel veel hoort is dat alle energie natuurlijk heel erg duur is tegenwoordig. En dat komt natuurlijk ook samen als je dan die mooie componenten thuis gaat gebruiken. Want dan heb je zo'n mooie PC gebouwd. En dan kost die ook nog wel wat aan stroom. Of niet. Of kun je daar misschien zelf wel wat aan tweaken. En misschien wel zijn er wat dingetjes te doen om dat binnen de perken te houden. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst natuurlijk de highlights. Arnoud. Wauw, ik mag een keer beginnen. Ik voel me echt helemaal vereerd. Ja, het is zover, Wout. Het is zover. Na meer dan anderhalf jaar komt er een einde aan het gebruik van coronamelder in Nederland. En dat gebeurt morgen, als je dit luistert op de dag dat het uitkomt. Vrijdag. De vrijdag. En de reden daarvoor kan je natuurlijk wel verzinnen. We zijn gestopt met massaal testen van mensen. Dat betekent dat bijna niemand meer zo'n code kan invoeren in die app. En dus heeft die gewoon helemaal geen zin meer eigenlijk. Iets waarmee ik het ministerie vorige week al belde. Want toen schreef ik erover. En toen vroeg ik van, wat gaan we doen met die app? Want het is nergens meer goed voor. En de wet die is verlengd onlangs. De wet die mogelijk maakt dat we coronamelder inzetten. Dat is een tijdelijke wet. Moet elke 3 maanden worden verlengd. En die was onlangs verlengd vanaf 10 april tot aan 10 juli. Dus daar willen ze wel mee doorgaan. En ook nu nog, zei de minister Kuipers, is dat van Volksgezondheid, zei erbij, ja, we stoppen dan wel met coronamelder en we zetten de servers uit die het mogelijk maken en het werkt gewoon echt niet meer. Maar die wet, misschien wil ik die wel verlengen, want wie weet komen we nog in een situatie dat we die app weer nodig hebben. En als we dan de wet weer in moeten voeren, dat is een hoop gedoe. Dus misschien wil ik die ook wel weer verlengen. Ik ben heel benieuwd of dat gebeurt, want niet alle partijen zullen het daarmee eens zijn. Maar wat gaat er dan gebeuren? Ik heb die app geïnstalleerd. Ik moet zeggen, ik heb in al die tijd nooit een melding op mijn telefoon gehad. Ik weet niet, Reinoud, Willem, hebben jullie wel eens een melding gehad van bent bij iemand in de buurt geweest? Nee, ik heb nooit een melding gehad. Ik heb die app inmiddels ook niet meer op mijn telefoon staan. Maar in de tijd dat ik hem had, ongeveer 4-5 maanden, heb ik geen enkele melding gehad. Willem? Ook nooit een melding. Nee. Arnoud? Nee, ik heb wel een code kunnen invoeren. Daar heb ik over verteld een paar maanden geleden. Toen in januari hebben we corona opgelopen. En toen kon je dat, toen kreeg je op coronatest.nl, dan staat er zo, je uitslag is positief. En dat is dan negatief, maar je bent positief getest. En dan staat er onderaan hoe je dit met die code kan doen. En dat werkte eigenlijk best wel makkelijk. Dat was tot aan oktober werkte dat, doordat je telefonisch te horen kreeg van iemand van de GGD. Maar dat was allemaal niet meer bij te houden, dus dat stond nu online. Werkt ook alweer een stukje beter. Dus ik heb het wel doorgegeven. Ik heb van niemand gehoord dat ze die... Maar goed, ik was thuis aan het werk, dus niemand in mijn buurt geweest. Dus nee, ik heb ook zelf nooit een melding gehad. Maar ik heb wel heel veel mensen gehoord die wel meldingen hebben gehad. Oké, dat wel. Want ik voel me ook wel eens af van... We hebben dan met dat hele, die apps dan heel tof ontwikkeld ook. Ja. Helemaal in het openbaar met een soort van alle knappe koppen uit de Nederlandse app. De appwereld komen bij elkaar. Maar ik heb het uiteindelijk... van niemand gehoord dat ze ooit een melding hebben gehad. Dus ik voel me wel een beetje af van, heeft het gewerkt? En het antwoord daarop is ja, het heeft gewerkt. Maar in beperkte mate. En dat komt door een paar dingen. Ten eerste zijn er gewoon te weinig mensen die de app hebben geïnstalleerd. In totaal zijn er iets tussen de 5,5 en de 6 miljoen installaties. Maar in de afgelopen maanden, en toen hadden we hem echt nodig eigenlijk. Want toen ging de maatschappij open, zaten we allemaal weer in de trein en op kantoor en op school en whatever. Waarbij je hem goed zou kunnen gebruiken. Toen gebruikten ongeveer 2,5 miljoen mensen hem. Dus van de mensen die corona kregen, gemiddeld 1 op de 6, had die app geïnstalleerd staan. En voor die app om te werken moet degene die besmet raakt moet hem hebben. En degene die daarbij in de buurt is geweest moet hem hebben. Dus dat is een dubbele factor. Het is dus echt een netwerkeffect. Dus op het moment dat dubbel zoveel mensen de app hadden gehad, dan waren er 4 keer zoveel meldingen geweest. Zo sterk is dat effect. Het is, zo werkt dat nou eenmaal met zo'n app.
Dus ja, daardoor is het effect beperkt geweest. Er zijn iets van, geloof ik, 50.000 mensen positief getest na een melding. Waarvan een stuk of 10.000 uit mijn hoofd geen klachten hadden. En die hadden dus helemaal niks door. En die zijn dus wel in isolatie gegaan naar aanleiding daarvan. Hebben dus geen anderen meer kunnen besmetten. Aan de andere kant, Omicron is een snellere variant van corona dan we voorheen hadden. De incubatietijd is korter. Dus er was al de vraag dat op het moment dat je test, of je dan al niet lang hebt doorgegeven aan iemand anders. En hoe besmettelijk je nog bent op het moment dat je die uitslag krijgt. Dus er werden al wel vraagtekens gezet bij, is het nu eigenlijk niet te langzaam geworden voor dit soort bron- en contactonderzoek? Want daar was het onderdeel van. En er zijn ook evaluaties al geweest van coronamelder. En daarin staat er dan keurig van, het is heel mooi ontwikkeld. Aan de andere kant, de promotie ervan door onze Rijksoverheid, die was mondjesmaat. Want er was wat aandacht aan besteed toen hij uitkwam. Hè, september, oktober 2020. Er waren wat spotjes over en dat soort dingen. Daarna werd het helemaal stil. Is nooit meer aandacht aan besteed. Dus dat überhaupt 6 miljoen mensen dat hebben geïnstalleerd, vond ik al best wel. Maar met 6 miljoen mensen die het installeerden, zijn er dus 10.000 mensen die niet symptomatisch waren en dachten, ik ga me toch maar laten testen. Ja. En daarvan zegt de overheid, dat was een succes. Ik heb geen idee of ze dan zeggen, dat was een succes per se. Maar jij vroeg, heeft het effect gehad? Ja, okay. Dit is het effect wat het heeft gehad. En dan kan je delen door de kosten en dan kijken of je dat waar vindt. Het klinkt weinig, ja, bij mij in de oren. Ja, en ik vond ook vooral, want we hadden natuurlijk corona check vorig jaar. Hè, vanaf september werd dat echt landelijk breed ingevoerd. Als die twee apps in elkaar hadden gezeten, ik heb dat niet verzonnen. Dat was de commissie die zich heeft gebogen over de evaluatie. Die zei dat ook. Als die apps in elkaar hadden gezeten, dan had iedereen die app gehad. Coronamelder. En dan had dat dus veel beter gewerkt. In andere landen hebben ze dat gedaan. En daar hebben ze dus ook veel grotere effecten gevonden van hun varianten van coronamelder. Dus dat had waarschijnlijk veel beter gewerkt. Omdat je dan niet twee apps hoeft te installeren voor corona vanuit de Rijksoverheid. Maar eentje, dat is veel makkelijker communiceren. Dat is veel makkelijker gebruiken. Dus dat was beter geweest als we dat hadden gedaan, maar dat hebben we niet voor gekozen. En de reden was vanwege privacy of zo? Ja, klopt. En het argument van feature creep. Dus dat dan die app de hele tijd functies toegevoegd zou krijgen, waarom mensen zouden denken, ja, wat zal er volgend jaar weer inkomen? Waardoor het nog meer een soort WeChat van de pandemie wordt het dan. Ja, precies. Dus dat was de reden om dat niet te doen. Maar in andere landen deden ze dat wel. En daar heeft dat gewoon echt beter gewerkt. Denemarken, Frankrijk, Engeland. Die hebben allemaal betere resultaten met zeg maar dezelfde techniek. Want iedereen gebruikt dezelfde API's van Google en Apple. Die hebben ze speciaal gemaakt hiervoor. Want op iPhones kan je normaal niet Bluetooth op de achtergrond laten draaien. Dat kan alleen als je die API gebruikt. En dat mag alleen op het moment dat je een gezondheidsdienst bent van een land. Dus één app per land of per regio mag. Dus op die manier heeft dat gewerkt. Maar dan zie je dus toch dat het heel veel impact heeft op het moment dat er meer gebruikers zijn. Wat gaat er dan gebeuren op die vrijdag? Want ik heb die app nu geïnstalleerd. Een app kan zichzelf niet volgens mij zelf deinstalleren. Dus ga ik nog, ga ik nog proactieve melding krijgen van dit kun je weggooien nu of zo? Of? Ik denk precies dat. Ik weet het niet. Ik heb nog niet gehoord wat er gaat gebeuren. Maar ik denk dat het is sowieso schakelt hij zichzelf uit. Dat kan hij wel, want hij werkt op de achtergrond. En of hij dat nog gaat zeggen, ik vermoed eigenlijk van wel. Dat hij gewoon vrijdagochtend een seintje geeft van, yo, ik sta nog op je telefoon, maar we gebruiken dit niet meer, dus haal me maar weg, zoiets. Mission Impossible. Ik zou het wel tof vinden als een app gewoon yo tegen mij zegt, maar dat kan nog wel. Ja, ik wou zeggen, het is gewoon Mission Impossible. This app will self-destruct in five seconds. Ja, en neemt je hele telefoon mee. Maar het kan dus heel goed, want ze willen wel ook alles snel weer online kunnen krijgen. Dus laten we even afkloppen, ik hoop het niet. Maar stel dit najaar, deze winter, enorme golf, dan kunnen ze, het kan zomaar zijn dat ze zeggen, we gaan het weer aanslingeren. Ja, en ik vermoed dan ook dat ze die adviezen nog wel eens ter harte kunnen nemen. Een corona-check en coronamelder in één app stoppen om te zorgen dat meer mensen het hebben en het dus veel meer nut uithalen. Want ja, het is wel allemaal gebouwd. Het is goed gebouwd, het is mooi gebouwd. Met een goed systeem. Privacy technisch zit het heel goed in elkaar. Maar te weinig mensen wisten ervan. Ja, oké. Okay, ik ben benieuwd wat mijn app... Ik ook. Vrijdag tegen mij gaat zeggen. Ik ook. Om die reden heb ik hem ook nog. Want nu heeft het natuurlijk sinds 11 april heeft het geen enkele zin meer. Maar ik dacht, ja, ik wil wel weten hoe het afloopt. Nu wil ik het staartje nog zien. Ik was vergeten dat ik het geïnstalleerd had. Moet ik zeggen. Willem, wat is jouw highlight? Mijn highlight is vanaf 2023 zou de BTW op zonnepanelen en de installatie daarvan worden afgeschaft. Serieus? Ja.
Dat is gunstig. Dus dat is, dan hoef je niet meer die investering extra te doen. Want je krijgt het nu ook als consument, krijg je het natuurlijk terug als je hele ingewikkelde procedure gaat doen. Maar je zegt natuurlijk, misschien niet heeft iedereen zonnepanelen. Hoe zit dat? Je hebt recht op teruggaan. Er is nu een btw-vrijstelling, maar je moet het dus eerst betalen en dan moet je je aanmelden bij de Belastingdienst als kleine ondernemer. En dan kun je opgeven hoeveel je betaald hebt. En dan kun je het grootste deel van de btw kun je weer terugvragen. Maar is dat een soort loophole? Dat je consument, als ondernemer moet aanmelden? Het is de methode die ze daarvoor bedacht hebben. Je wordt als ondernemer gezien die iets teruglevert. Dus dan werkt het in hun systemen makkelijker. Ja, dat is dus een van de redenen waarom ze nu een nultarief willen invoeren. Omdat het zo verschrikkelijk moeilijk werkt. Het kost heel veel moeite voor de Belastingdienst om al die aanvragen te verwerken. En om iedereen te registreren als kleine ondernemer. En het enorme administratieve rompslomp. En voor de consument natuurlijk ook. Want je moet de Belastingdienst... Heb jij dat destijds gedaan? Ik heb het ook gedaan. Ik vond het op zich wel meevallen. Je moet een aantal stappen doorlopen en dan krijg je een brief thuis gestuurd. En als je die brief hebt, kun je weer naar de volgende stap door. En na een tijdje krijg je dan minus een drempelbedrag, krijg je je btw teruggestort. Is dat een hoog drempel of niet? Het is afhankelijk van hoeveel capaciteit zonnepanelen je installeert. Het gaat zeg maar per staffel van hoe meer je dus hebt. Dus dat nu de hele btw eraf halen is nog wel een stap beter? Het is ja precies. Ja. Het is alleen de vraag natuurlijk of het ook daadwerkelijk één op één bij de aanschaf de btw eraf gaat. Bij de leverancier zeg maar. Ja, of ze... wat ik bedoel, het is niet... Ik moet een beetje denken aan die grote rode elektronica winkel die ook dan btw dingen doet. Maar dit zou echt zijn dat je gewoon op de bon... Als je koopt dat er ook staat gewoon bruto netto zelfde bedrag. Precies, ja. Maar dan zouden zij hun bruto prijzen kunnen verhogen? Of... Stel dat je €180 voor een paneel moet betalen, inclusief btw. Ik weet niet of elke zonnepanelenverkoper zomaar zegt van... Oh, even kijken, €180, dan moeten ze een kleine 20% af. Dan doen we het op €145. Ik weet niet of die prijsverlaging zo transparant wordt doorgevoerd. En sowieso is de hele zonnepanelenmarkt natuurlijk niet de werelds meest transparante industrie. Ik heb ze nog niet liggen, vertel. Heel vaak werkt het met offertes en er zit een all-in prijs. En dat is een beetje lastig om dat uitgesplitst per wat je betaalt voor je panelen, voor je omvormen, voor de installatie. Het is meestal een all-in bedrag, dus... Zegt meneertje, ik heb een mooi totaalprijsje voor u. Ja, en voor dit bedrag gaan we het gewoon gelijk neerleggen. Ja, precies. Een beetje zoals de keukenboeren. Dus dat is ook niet geen reclame daarvoor, zeg maar. Ja, wat is gewoon de simpele reden dat ze dit doen om het aanschaf van panelen te stimuleren? En om het de Belastingdienst makkelijker te maken, want die zijn er heel veel tijd mee kwijt. En is het dan iets wat ze voor tijdelijk hebben aangekondigd? En ik wil net zien dat zoiets als... Salderen weer gaan afbouwen bijvoorbeeld. Zeggen ze ook van dit gaan we voor een paar jaar doen. En daarna gaat het gewoon lekker weer btw op. Het ligt nu ter inzage met een internetconsult. En als het dan wordt goedgekeurd en daadwerkelijk op 1 januari 2023 wordt ingevoerd. Dan gaan ze het een jaar gaan ze het aankijken. En dan gaan ze daarna evalueren om te zien of dat het daadwerkelijk het gewenste effect heeft. Het gewenste effect dat meer mensen... Zonnepanelen. Dus ze willen een versnelling zien in de adaptatie van zonnepanelen. Ja, terwijl dat is ook een beetje raar. Want Nederland heeft een van de hoogste zonnepanelen adopties van ter wereld. Van Europa sowieso. En de vraag is een beetje, zijn we op dit moment vraag of aanbod restricted, zeg maar? Volgens mij als ik nu zeg dat ik zonnepanelen wil, dan ben ik over een lange tijd aan de beurt. Dan mag je een flink tijdje wachten. Plus we zijn natuurlijk ook nog eens een keertje elektriciteitsnet restricted. Ja. Dus ik bedoel, je kan het is heel fijn dat het gestimuleerd wordt. En dat is alleen maar goed, iedereen panelen op zijn dak, prima. Maar er moet ook de infrastructuur moet er wel voor geschikt zijn. Het voelt wel een beetje laat ergens. Heel laat. Dit had toch 10 jaar geleden gemoeten. Zonnepaneel is niet een heel nieuw ding, zeg maar. Ik heb het idee dat die hele markt eigenlijk tegenwoordig met de prijzen die omlaag zijn gegaan, dat het uit zichzelf wel loopt. Want wat...
wat voor mij ook zo is, dat ze, hoe heet het, andere duurzame energieoplossingen niet zonder BTW gedaan. Bijvoorbeeld als, nee. als ik een thuisaccu wil of een warmtepomp of dat soort dingen. Wat nu, hè, waar het misschien zonnepanelen 10 jaar geleden stonden, daar staan die technieken nu en die zijn nog best wel duur. Waar mensen misschien minder geneigd zijn daarin te investeren. Kijk, een zonnepaneel is tegenwoordig, als je terugverdient kijkt, is ook, het is een redelijk veilige keuze. Als je weet, ik blijf hier lang nog even een paar jaar wonen. Maar de BTW op warmtepompen en accu's blijft gewoon, toch? Ja, klopt. Klopt. Dat, ja, waarom ze dat doen, geen idee. Lijkt me dat je dat juist wil stimuleren. Ja, want ja. Nou ja, nogmaals, met het hele verhaal van het elektriciteitsnet wat een beetje vol begint te raken, dan zul je op andere manieren dat moeten gaan stimuleren om de energietransitie mogelijk te maken. Maar dat is precies waar volgens mij netbeheerders in de afgelopen maanden ook de overheid om hebben gevraagd. Van, ja. Joh, verstrek subsidies voor thuisaccu's. En voor warmtepompen. Ja, wordt thuisaccu's natuurlijk ook wel een beetje in twijfel getrokken hoe effectief dat nou daadwerkelijk is, gezien onze winters. Op papier lijkt het wel, als het niet voor het hele jaar, maar ik bedoel in ieder geval in de zomer, je kan, als je overdag niet thuis bent, ben je heel erg veel aan het opwekken. Kun je het allemaal opslaan. En dan kun je 's avonds je wasmachine draaien en je droger en je alle dingen, toch? Klopt, maar je wekt maar een, of je kan maar een heel klein aandeel van je opgewekte energie opslaan, tenzij je een enorme accu moet. En dat brengt dan ook weer enorme kosten met zich mee. Ja. Plus dan ook nog eens een keertje de grondstoffen die voor die accu's nodig zijn natuurlijk. Maar Willem, dit wil ik wel weten. Denk jij dat deze, als deze maatregel er komt, BTW dus eraf van zonnepanelen. Denk je dan dat het komt omdat ons kabinet zoveel geeft om klimaat en de energietransitie wil versnellen? Of denk je dat het komt omdat ze vanuit de Belastingdienst hebben gezegd, dit is wel heel ingewikkeld, doe maar even iets anders. De Belastingdienst heeft heel hard geklaagd over de last die het met zich meebrengt voor hun. Ze moeten extra mensen hebben die alle administratie doen, die alles verwerken. Daar komt wel een heel groot deel vandaan. En je kan natuurlijk heel mooi, heel goed mooi weerspelen naar buiten dat het voor het klimaat is en dat je de transitie wil versnellen. Ja, ze gaan er wel gewoon inkomsten op mislopen. Ja. Dus het is ook ergens wel, moet je het ergens wel kunnen verantwoorden in het budget. Maar onze Belastingdienst had toch heel veel problemen met ergens een nultarief opzetten? Groente, fruit, dat was het ook alweer. En de accijns verlagen op brandstoffen. En dat, ja, dat maar, lukt wel. Maar dit komt toch heel lastig? Maar dit is een Europees besluit wat alle landen kunnen doen en mogen doen, maar niet hoeven doen. Maar waarschijnlijk komt het vanuit de Europese Commissie dat het dan wel mogelijk is. Ja, de uitleg was dit. Van groente en fruit, hè, want daar had je het over. Dat is nu geen aparte BTW-categorie. En die moeten dus aanmaken en bepalen wat er wel invalt en wat er niet invalt. Moet eerst een COBOL-programmeur vinden van 60 die dat dan in een oud systeem erin kan hacken. En is jouw ananas in blik met suiker erbij, is dat dan fruit of niet? En dat soort dingen. Nou, die keuzes moeten dan worden gemaakt. En dan moet die categorie op nul worden gezet. Terwijl zonnepanelen zijn gewoon een categorie met een eigen BTW-tarief, gok ik. En die dus op nul zetten, net als de accijnsverlaging op benzine, dat is dan een stuk makkelijker. Want dan kan je die oude engineer van 70 gewoon eventjes laten komen en het getal van 9% op 0% zetten. Of categorie 0 op 1, of hoe dat ook precies in de backend eruit ziet. Ja, ik vraag me echt wel wat dit gaat doen, want ik hoor weinig om me heen dat mensen nu zeggen, ja, ik wil wel zonnepanelen, maar het is te duur, het is financieel niet aantrekkelijk. Zeker met de hoge energieprijzen nu. Het is natuurlijk financieel altijd aantrekkelijk. Maar je moet wel een behoorlijk hogere investering in één keer kunnen doen. Ja. En daarom zie je ook dat er heel veel bedrijven dingen als zonnepanelen huren of leasen aanbieden. Om die initiële investering laag te houden. En ja, dat is waar. Als je die 20% niet hoeft te betalen, ja. Is toch een vijfde. Heel snel uit mijn hoofd. Maar ja. Echt, hè? Want de hoeveelheid folders die ik in de bus krijg over zonnepaneelaanbieders. En dan kan ik inderdaad weer huren en maandelijks. En dan weer moet ik het zelf doen. En dan is het weer collectief en weet ik wat. Maar ik krijg elke maand wel iets in de bus. Dus dan denk ik, oh, hebben ze het niet druk of zo? Maar jij zag juist dat ze het heel druk hebben. Ja, de installateurs zijn niet aan te slepen. De onderdelen van zowel de installatieonderdelen, dus de dingen waarmee je de zonnepanelen daadwerkelijk aansluit, als de zonnepanelen zelf, die zijn niet aan te slepen. Het silicium is te weinig. Dus ja. Nee, voor mij is als je op dit moment goede business wilt draaien, moet je of zonnepanelen installeren of airco's.
Dan, of beide tegelijk. Ja, wil je een airco? Het kost wel wat zo'n airco. Kan ook een zonnepaneel op je dak gooien. Dan kun je hem daar op draaien. Nou ja, ik denk, weer schoon. Ik denk dat het ook mede te maken heeft dat het zo'n ondoorzichtige markt is. Dus je hebt hier heb je een mooie offerte van €6.000, mooi prijsje. En nogmaals, en dat je wel merkt dat gewoon de supply chain voor deze markt enorm onder druk staat. Ik heb dan vorig jaar vanwege het vele thuiswerken maar een airconditioning laten installeren. Want ik vond het niet heel relaxed werken bij 29 graden. Maar toen zeiden ze ook van ja, de lead times nu, zeg maar, ja, we bestellen nu en hebben over 4 maanden hopelijk komt er een container met van die unit hierheen. En die zijn dan eigenlijk allemaal weer gereserveerd. En ik kan me voorstellen dat met panelen dat ook gewoon zo is. Elke paneel die gemaakt wordt, kunnen ze aan 2 mensen verkopen bijna. Ja, precies. Maar misschien de installateurs die zoveel flyers bezorgen, ook zoals bij Arnoud gebeurt. Misschien dat wel de installateurs zijn die een exclusief contract hebben met een bepaald merk panelen of bepaalde merkomvormers. Dat gebeurt ook al vaak, dat die van een bepaald merk omvormen of een heel systeem met micro-omvormers of optimizers. Dat installateurs dat exclusief leggen, omdat dat iets is wat ze graag gebruiken en dat ze misschien van zo'n merk ook geld krijgen voor alle offertes die ze hebben opgemaakt. Ja. Dus dat het voor hen interessant is om, ook al is er een tekort aan panelen en omvormers en alle materiaal, om dan toch maar gewoon veel offertes te hebben liggen, omdat ze daar wat geld voor krijgen. Dat zou ook mee kunnen spelen. Goeie. Maar zit hier ook iemand die recentelijk dingen heeft uitgezocht met zonnepanelen op zijn dak heeft? Want jij hebt ze toch ook? Ja, over een week, precies 1 jaar geleden dat ze zijn gelegd. Ja. Oké. En Arnoud dus nog niet, want die krijgt nog alle folders in de bus. Ja, klopt. Ja. Reinoud, ja. Wat is jouw highlight? Mijn highlight is dat ik afgelopen weekend aan mijn fiets heb gesleuteld. Oh, dat wist ik, want wij stonden te borrelen vorige week. En toen had jij mij verteld over een leuk projectje. Ja, precies. Ik heb aan mijn fiets gesleuteld. En dan heb ik niet de banden opgepompt of mijn Sesamstraat fietsbel op de andere kant van het stuur gezet. Maar ik heb mijn fiets elektrisch gemaakt. Wat? Ja, mijn gewone niet-elektrische trapfiets waar je gewoon zelf moet zweten. Die heb ik omgetoverd tot een elektrische fiets. En dat is eigenlijk dankzij een topic wat op Tweakers loopt over elektrische fietsen. En daar worden allerlei ervaringen over gedeeld over. De elektrische fietsen zoals je ze in de winkel koopt, dat zal kant-en-klaar zijn. Maar daar stond ook wat mooie informatie over ombouwsets die je kunt kopen. Dus daar was ik eens eventjes naar gaan kijken, omdat mijn werkgever ook een soort van fietsplan heeft. En toen was ik benieuwd en ik heb even nagevraagd bij HR. En dat fietsplan kan gebruikt worden om een nieuwe fiets te kopen, maar ook om zo'n ombouwset te kopen. Hmm. Dus toen dacht ik, hey, dat is ook nog wel duurzaam, want de fiets die ik heb is helemaal prima. Die is nog maar 3 tot 4 jaar oud. En wat voor soort fiets heb je? Zie ik nu een soort oude oma fiets voor me, een stadsfiets of een sportieve fiets? Of? Ja, een beetje een standaard stadsfiets, gewoon degelijk, wel 3 versnellingen, stevig ding, ja. Ja, het niet een dat je een racefiets aan het ombouwen bent, een mountainbike. Of niet een super lichtgewicht ding of een hoge snelheidsding of een mountainbike. Inderdaad, gewoon een doorsnee stadsfiets met versnellingen en ja, that's it. En volgens mij kun je dan best wel uit wat dingen kiezen, toch? Als je zo'n kit wil. Ja, klopt. Er zijn wat webshops die complete pakketten aanbieden. Je kunt ook helemaal losgaan en zelf de motor en de accu op allerlei plekken bestellen. Als je echt helemaal weet wat je doet. Ik ben voor zo'n complete ombouwset gegaan. En dan kun je kiezen uit eentje die een voorwielmotor heeft. Dan krijg je dus een compleet voorwiel of een complete voorvelg met die naafmotor in meegestuurd. Of een middenmotor, die monteer je dan bij de trap als zelf. Daar ben ik voor gegaan. Of sommige webshops hebben ook zo'n achtermotor. Die op het achterwiel zit. Maar dat, ja, dat lijkt me een beetje gek op een fiets, een voorwielmotor. Dan word je echt voortgetrokken, zeg maar. Ja, dat is ook hoe ze het beschrijven. Dat bij een voorwielmotor het voelt alsof je fiets met een touw naar voren wordt getrokken door een scooter of een auto of zo. Dat is toch een Sola, of niet? Solex? Of een Solex, ja. Ik weet het niet. Nee, geen idee. Maar maar goed, ik ben zelf voor die middenmotor gegaan. Ook een beetje naar aanleiding van wat ik qua ervaring en dus in dat topic las op Tweakers. Zou dat een betrouwbare motor zijn die eventueel makkelijk in de toekomst ook op een andere fiets is te monteren? En daar ben ik afgelopen weekend mee aan het sleutelen geweest. Dat was heerlijk, want het is gewoon, als je even de tijd voor neemt en hebt, dan vind ik zoiets heel leuk om te doen. En het is, maar dat ging helemaal zonder problemen, zonder gekke dingen waar je tegenaan bent gelopen? Is gewoon... Nou, het werkt helemaal zonder problemen. Het werkt helemaal prima. Dus ik kan iedereen aanbevelen die hier interesse in heeft om er echt even wat informatie over op te zoeken en zoiets echt overwegen. Wel moet ik zeggen, het werkt dus prima, maar verwacht niet dat je alles zo mooi en zo perfect afgewerkt krijgt als bij een fiets die je bij een fietshandelaar koopt die
al elektrisch is. Precies, ja. Zo kon ik bijvoorbeeld de kabel die loopt vanaf de motor die bij de trapas zit naar de display die ik op het stuur heb gemonteerd, kon ik bijna heel mooi in het frame wegwerken, waar ook de kabels voor mijn remmen doorheen lopen. Alleen één stekkertje was net te dik om hem echt bij het balhoofd daar door het oogje weer te krijgen. Dus toen moest ik die hele kabel onder het frame langs laten lopen. En, ja, dat is toch jammer. Dan kun je je kunt het zo goed mogelijk wegwerken, maar je blijft zoiets zien. Dus als je houdt van zo'n creatieve oplossing en iets tunen aan je fiets, wat er uiteindelijk een beetje als een semi-Mad Max-achtige creatie uitziet, dan is dit heel tof. En het werkt goed. Dus jij chase nu als een malle naar kantoor toe. Ja. En wat kost dat, zo'n ombouwsetje? Ik heb geen idee. Ja, het begint een beetje bij zo'n complete ombouwset bij 800 euro voor een 750, 800 euro voor een voorwielmotor dan erbij. Mm-hmm. En nog iets van 100, 150 euro meer voor eentje met een middenmotor. En dan kun je nog kiezen of je motor meer vermogen wil hebben. Mm-hmm. Mag niet. Maar, ik kan net zeggen, die dingen mogen maximaal 25 km per uur, toch? Ja, 250 watt mag de motor zijn en maximaal 25 km per uur kunnen. Mm-hmm. Maar je hebt dus gewoon motoren die tot 1000 watt gaan. Dus bedoel, dan kun je zeg maar volgens mij bij Schiphol gewoon vliegtuigen gaan voortrekken met zo'n vermogen. Maar ja, maar het is echt, dat lijkt me echt idioot. Maar en je kunt natuurlijk de capaciteit van de accu kiezen. Dus dat zijn allemaal dingen die wel met het samenstellen van zo'n ombouwset wel makkelijk zijn. Omdat je kunt het aanpassen naar hoe je het zelf wil. En dat is natuurlijk bij een fiets in de winkel. Ja, dan kan dat ook wel. Maar dat moet dan iets meer op voorraad zijn. Welke accu beschikbaar is voor een model. Mm-hmm. Daar kun je uit kiezen. Ik zit helemaal niet in zo'n elektrische fietsen. Ik heb altijd nog steeds een klein beetje in mijn hoofd zitten dat ik daar iets ouder voor moet zijn voordat ik daar mag rijden. Oh jeetje, wat ben jij 2010, joh? Ja, blijkbaar nog meer. Ik heb toch gewoon nog gezonde benen. Ik kan toch trappen? Maar ik ga ook niet elke dag een uur naar mijn werk fietsen of zo. Maar oké, zeg maar, om en bij de 1000 euro zou je kunnen instappen. Wat is een goedkope elektrische fiets als je gewoon kant-en-klaar koopt? 800 euro. Ja, misschien als je een goede tweedehands ergens zoekt wel. Maar wat ik ben tegengekomen echt aan instapfietsen op dit moment, dan zit je op 1800 euro. Zit je dan. Dan heb je een kleine accu, heb je een voorwielmotor en in mijn geval dan gewoon een te kleine fiets. Dat frame van die modellen is, ja, dus het is uitverkoop. Het is niet dat het alleen maar leuk tweaken is dit. Het is ook nog wel, je bent goedkoper uit door misschien een oude fiets zelf te electrify, bedoel je? In plaats van een nieuwe elektrische fiets te kopen. Ik weet niet of dat het is, maar in mijn geval vond ik het zinniger met dat fietsplan wat er is om het op deze manier te financieren. En voor mij was het de combinatie dat dit een duurzame optie was, omdat die fiets er al wel was. En ik dacht, ja, ik hoef niet nog een complete nieuwe fiets. Ja. In combinatie met dat ik wel wat meer wil gaan bewegen en dat ik bij voorkeur iets op een iets duurzamere manier naar kantoor kom. En dat qua tijdsbesteding kan combineren. Dus ja, tof. En hoe lang heb je nou gedaan over het monteren? Ik heb er rustig de tijd voor genomen en ik ben twee middagen bezig geweest, denk ik in totaal. Ja. Het is ook gewoon een leuk projectje dus. Vond ik wel, ja. Met het gereedschap wat ik erbij besteld had. Want je moet dan de trapas moet je er uiteindelijk ook uithalen. Om echt in mijn geval die moet je dan hebben. Exact, ja. En dan van dat formaat. En dat spul zit best stevig vast hoor, zo'n traparm en zo'n trapas. Maar als je dat dan eruit krijgt, dan voelt het wel goed. En dan moet je een echte fietsmaker. Ja, en dan, nou ja, het voelt leuker als die motor erin zit en als het allemaal werkt en als het allemaal geïnstalleerd is en je zet het aan en het werkt gewoon, dan geeft dat denk ik de meeste voldoening. Dus voor wie van sleutel houdt en zijn huidige fiets een heel nieuw leven wil geven, zou ik dit zeker aanraden. Hey, en Reinoud, zijn er eisen aan je fiets die je kan ombouwen? Ik bedoel, je hebt het over het vermogen. Een fiets is gebouwd op een bepaalde snelheid en op normaal trappen, rammelt die niet uit elkaar. Verbogen frames, remmen die het niet aan kunnen. Nee, er zijn wel, voor die middenmotor waar ik voor gegaan ben, zijn er eisen aan de afmeting van echt die trapas. Dus de binnendiameter en de breedte van die trapas zelf, of die motor er dan ingezet kan worden. Dat is een redelijk standaard maat. Dus als je dan echt een oudere of obscure fiets hebt, dan zou dat misschien niet passen. Dat is wel een standaard, maar verder, ja, is er niet echt iemand die gaat zeggen dat je dat wel of niet op een bepaald model fiets mag doen. Wel is het bijvoorbeeld zo dat je verschillende accu's kunt kiezen. Je kunt een accu kiezen die je op het frame zelf monteert. Dus de buis die zeg maar loopt vanaf je trapas naar je balhoofd toe. Daarop kun je een accu monteren. Maar je ziet ook genoeg elektrische fietsen die hebben in hun bagagedrager de accu verwerkt zitten. Nou ja, voor die laatste optie moest ik gaan, omdat ik geen bevestigingspunten op die stang had zelf.
Ik had liever voor die optie op de stang gekozen, omdat het gewicht dan wat meer in het midden en wat lager zit. Nu zit het wat hoger, maar goed. Hè, kun je niet alles hebben. Dus ja, je moet in dat opzicht een plek hebben voor die accu. En afhankelijk van wat voor soort motor je kiest, dus voorwiel, achterwielmotor of middenmotor, ja, moet je dat bevestigd kunnen krijgen. Maar iets als de remmen? Ik bedoel, die remmen zijn gemaakt voor iemand die gewoon normaal een beetje aan het fietsen is. Nu heb je hogere snelheden, wil je misschien sneller remmen? Hebben ze toch iets van... Er staat nergens in zo'n boekje van, goh, we raden toch wel aan om een fiets met een schijfrem voor te hebben of zo? Of... Nee, nee, daar wordt, nee dan word je wel helemaal vrijgelaten met zo'n zelfbouwpakket. Je kunt bij de verschillende motoren nog wel kiezen voor extra opties in zo'n pakket dat je remsensoren toevoegt. Dus dat die elektrische motor eerder door heeft wanneer jij remt, dat die ook onmiddellijk stopt met ondersteunen. Ja. Dat is bijvoorbeeld bij een elektrische motor in het voorwiel wel essentieel. Want die weet anders niet wanneer jij gaat stoppen met fietsen. Als je stopt met trappen, dan kan die elektrische motor kan gewoon doorgaan. Dus die moet weten. Lekker door. Precies, die blijft maar doorgaan. Nog wel een leuk vraag. Bij remmen, remt hij ook regeneratief? Nee, ik wist al dat je dat ging vragen. Jammer. Dat wist ik al. Dat heeft die cursus. Ik heb al een aantal keer op die fiets gezeten dat ik dacht, oh, wat zou dit nog mooi zijn. Gewoon puur voor het idee dat je die energie weer terug kunt winnen. Ja, zeker. Nee, dat zo geavanceerd is hij niet. Wat me dan wel weer meeviel is dan die middenmotor, in mijn geval, dat die, als je die uitzet, dat die gewoon wel een goede vrijloop heeft. Dus als ik gewoon fiets zonder enige ondersteuning, als het ding helemaal uitstaat, dan voel als je accu leeg is. Of als accu leeg is. Mm-hmm. Dan voel ik geen verschil. Dan is er niet een extra weerstand of iets dergelijks. Ik voel wel dat die fiets iets zwaarder geworden is. Dat is logisch. Want het hangt natuurlijk wel, ik denk in totaal 6, 7 kilo extra aan je fiets verdeeld over een aantal plekken. Maar het is niet dat het nou ineens loodzwaar fiets is. Dus je dacht wel, wat heb ik nou om mijn fiets hangen? Ja, wat heb ik nou om mijn fiets hangen? Een stuk metaal. Sorry. Ik moest hem even maken. Ander soort duurzaam vervoer, dat ik er nog een highlight over, nou ja, highlight, iets wat mij opviel. We hebben het hier in het verleden vaak genoeg gehad over allerlei telefoonfabrikanten die stoppen met kabeltjes meeleveren en laders meeleveren. Want die zeggen, ja, hè, die heb je allemaal thuis liggen. Is ook deels misschien wel waar. Helpt ook dat het doosje 30% kleiner is, dat er heel veel meer doosjes in een grotere doos passen en meer van de grote doos in een container passen. En dan maar veel goedkoper is om te verschepen. Ik heb een keer iemand online gezien die dat doorrekende en daar gaan echt je, nou, dat vond ik heel bijzonder hoeveel geld dat eigenlijk wel niet scheelt. Maar nu komt nu heeft Tesla gezegd dat ze gaan stoppen met de levering van de mobiele oplaadkabel. En die snap ik wat minder goed. Want ze leveren dus een kabel mee. Waar je dan met een de juiste plug aan de andere kant, dat je hem eigenlijk gewoon aan de 230 kan hangen. Charger. Wat zeg je? Een granny charger. Ook wel genoemd inderdaad een granny charger. Het gaat niet snel. Maar het is toch maar fijn om dat ding te hebben als je het nodig hebt. Iemand bij ons in de reacties maakte de vergelijking met, ja, je wilt toch maar een reserveband misschien in je auto hebben en een reparatiesetje en een gevarendriehoek en een krik. Misschien gebruik je hem nooit. Maar in een noodgeval is het maar fijn dat je het hebt. Maar ze zeggen bij Tesla, ja, niemand gebruikt hem. En dan denk ik, ja, dat kan kloppen. Want waarschijnlijk laad je bij een thuislader of een werklader of iets anders. Dus we doen hem weg. Maar ik vind het wel duur. Want als je die nu in Nederland koopt, is dat €340. Wow, en dan moet er nog dan heb je het één deel van de kabel, het tweede deel moet er nog bij. En zeggen ze nu in de VS wel van, nou, oké, want daar was hij al wat goedkoper en ze willen de prijs naar beneden gaan brengen naar iets van $200. Maar uiteindelijk als elektrische rijder, zo'n ding wil je gewoon altijd hebben, zou ik zeggen. Ik heb ook gewoon meegemaakt dat ik was op vakantie in Schotland en toen zat ik bij een B&B en er waren gewoon helemaal geen laadpunten in de buurt. Moest wel laden, ja, dan ga je dus toch, dan gaat er gewoon een raampje open. En dan gooi je gewoon je 30 meter verlengkabel naar binnen. En dan plug je het gewoon in het stopcontact. Dat is dan wel op dat moment. Als je hem dan een nacht eraan hangt, dan kom je echt wel aan het heel eind. En ik heb ze op meerdere plekken waar je overnacht bij hotels had zien waar ze niet hebben, heb ik hem dus gewoon aan de granny charger gehangen. Dus ik ben maar dolblij dat het ding bij mij erbij zat. En ik vind hier zeg maar het argument, we moeten geen kabels meeleveren. Mensen hebben ze al. Dat is redelijk onzin. Ik denk dat de meeste mensen die een EV kopen, die dat zal kopen de eerste hun zijn. EV. Mm-hmm. Dus het komt een beetje over als gewoon een beetje nare besparing, waarbij je gewoon, want ik denk niet dat dit van de aankoopprijs afgaat. Dus dit is gewoon pure marge in de zak van ome Elon, denk ik. Ja, maar die kan het goed gebruiken, die heeft niet zoveel. En die moet Twitter kopen, dus heb je ook geld voor nodig. Dus ik vind een slechte feit, want nogmaals, Willem, jij rijdt ook, heb jij een granny charger? Ja. Zou jij zonder willen? Ik heb hem nog nooit gebruikt, maar het is een beetje hetzelfde als een reservetankje bij een benzineauto. Hè? Ik bedoel, voor nood. Als je hem toch maar, ja,
als je... Het is een beetje peace of mind ook, desnoods. Ja, nee, bij mij ook. Dus ja. Ik denk dat als ik nu een elektrische auto zou kopen, dan zou ik hem los erbij gaan kopen. Ik heb dus 2 weken hybride gereden, plug-in hybride, een huurauto. Ik heb hem dus elke dag gebruikt. Want toen ik was in Finland, Noord-Finland, en daar zijn de winters wat kouder dan hier. En ze hebben dus bij elke parkeerplek bijna wel een stopcontact. Gewoon zodat je je auto kan opwarmen. Dan leg je hem daaraan en dan kan je hem een paar uur van tevoren opwarmen. Ik weet niet precies hoe dat werkt, want het was geen winter. Maar je kan daar ook gewoon je lader in steken. En dat had ik dus elke keer gedaan. Het is gewoon een huis, tuin en keukenstopcontact. Ja, het is gewoon een huis, tuin en keukenstopcontact, maar dan bij elke parkeerplek in plaats van dat het een aparte laadplek is. Want het is daar heel normaal dat je auto opwarmt voordat je gaat, want het is daar 's winters min 20, min 30. Ja. Dus zodoende. Dus, nee, dan trek je toch 3 kilowatt uit of zo. Ja. Dus ik bedoel, dat is dan kun je echt wat voorverwarmen. Ja. En nogmaals, als je met 3 kilowatt laat en dat doe je 10 uur 's avonds, hang je hem eraan en 8 uur 's ochtends haal je hem er weer af, dan ben je echt wel een eindje. Kan je wel doorrijden naar de volgende lader. Bijvoorbeeld. Dus ik vind het een beetje gierige actie van Tesla, moet ik zeggen. Maar zo'n auto kost, ik weet het niet, minimaal $40.000 volgens mij. Ja, om en erbij. En zo'n lader, dat is een retailprijs $200 of $350. Volgens mij is die $275 in de VS, ja. Dus dat is een fractie van de prijs van die hele auto. Wat is de invloed van deze besparing? Zal het toch ook die auto $275 duurder kunnen maken en hem er wel bij? Ja, maar Tesla heeft het laatste jaar best wel, die auto's best wel vaak verhoogd in prijs. Dat is een beetje zoals mijn Ziggo abonnement. Dat kruipt ook omhoog, zeg maar, jaar op jaar. Dus ja, dit is natuurlijk wel een manier om, ja, de vanafprijs blijft hetzelfde. En ze pakken wel die extra marge. Ja, wat, het is maar €275. Maar ja, als je een paar honderdduizend auto's levert per jaar. Maar die prijs wisselt toch elke week ongeveer? Nou, ik weet niet of het zo erg is. Maar het is vaak. Dat is dan weer minder vaak dan mijn Ziggo abonnement. Dat klopt. dus ik denk ook een beetje, dit kun je wat meer under the radar doen. Want mensen weten misschien helemaal niet normaal dat je dat ding meegeleverd krijgt. En die kopen een nieuwe ding. Oh, hij zit er niet bij. Ja. Dus Apple kan ook de iPhone paar tientjes duurder maken in plaats van de adapter niet meeleveren. Ja, ja, maar het is nou ook niet echt zo alsof zo'n fabrikant dan met cijfers naar buiten komt van joh, we hebben uitgebreid onderzoek gezien dat 92% van alle kopers van onze auto's die Granny Charger 1 keer in levensduur van de auto wel gebruiken. Ze gezegd dat ze ook echt dat soort data over hebben en dat het echt heel, heel, heel weinig mensen gebruiken. En dat klopt ook. Maar het is een soort backup. Dus je hoort hem ook niet heel vaak te gebruiken, maar je wil hem wel hebben. Tesla weet het natuurlijk inderdaad wel, want die leest alles centraal uit, toch? Die data kun je kant opt-out hoor, maar die weet van genoeg auto's met welke snelheden geladen worden. Ja. Dat maar je had het over Apple. Kunnen ze dan ook niet gewoon een adaptertje meeleveren dat je dat op de gewone lader zet en dat je hem dan in stopcontact gewoon kan inpluggen? Dit is de gewone lader die erbij zat. Ja, dat weet ik. Maar dat je maar 1 kabel hebt, maar dat je gewoon met een verloopje het geschikt maakt voor een gewoon stopcontact. Nou, blijkbaar niet. Oké. Okay. Niet gedaan. Dus foei, Tesla. Niet zo gierig doen. is mijn conclusie hier. Alright. Het ging al een beetje over duurzaam rijden, duurzame fietsen, duurzaam pc-gebruik. Ik heb het gisteren opgezocht. Vanaf halverwege juni ga ik over op variabel. Dus ik zie het al, mijn vaste contract loopt af na 5 jaar. Dat wordt huilen. Dat wordt schrikken. Ik merk nu wel dat ik dus ook al meer bezig ben met mijn pc uitzetten. Ik was heel eerlijk, ook als mensen die zetten dan 's ochtends aan. En dan ging je niet in slaap om een of andere reden of iets anders. En dan liep ik langs en denk shit, die pc staat eigenlijk gewoon al standby te draaien. Maar ja, dat is toch alles bij elkaar, is dat wel wat. Dus ik merk wel dat ik mee bezig ben, maar wil misschien maar om te beginnen. Ik denk dat veel mensen wel die dit luisteren of een deel misschien wel een desktop PC thuis heeft nog. Hoeveel verbruikt dat ding eigenlijk als je hem gewoon hebt aanstaan? Kun je daar iets gemiddeld over zeggen? De PC die aanstaat, dat is heel moeilijk om te zeggen natuurlijk wat die verbruikt. Want een beetje uit van een tweaker systeem. Dus een leuke moderne CPU, redelijk goede videokaart die misschien een beetje idelt, een paar SSD's erin. Nou ja, als die idelt, zal die iets van, correct me if I'm wrong, Reinoud, sorry, 60 watt doen of zo. Iets in die richting. En je beeldscherm doet nog wat als die aan blijft. Maar die doet dan 20 watt of zo per beeldscherm. Maar als je natuurlijk gaat gamen of zware workloads, dan stijgt dat verbruik behoorlijk. En de recente high-end Intel processors gebruikt. Ja, bijvoorbeeld.
Maar dan hebben we het over 500 watt plus? Ja, 500 watt voor een beetje gamesysteem, dat is makkelijk. Ja, als mensen het nou leuk vinden om dit zelf thuis een beetje in de gaten, hoe kun je dit, misschien een hele simpele vraag voor ons, maar hoe kun je dit meten? Je hebt, je kunt het op via je P1 in de gaten houden, wat je verbruikt op je hele huis. Je kunt natuurlijk een slimme meter tussen je PC en het stopcontact doen. Of je hebt misschien een slim stopcontact wat je kunt gebruiken om alles in de gaten te houden. Dus dan kun je het allemaal via je telefoon uitlezen. Ja, ik doe het zelf met ik heb een Z-Wave plug ertussen zitten. Ja, precies. Dus ik ben nu ook juist, nou, vanwege ook de stijgende stoomprijs, moet ik heel erg zijn, dat is wel de incentive. Heel veel slimme stekkers in mijn huis en ik heb er niet genoeg welk apparaat. Maar soms laat ik hem een week ergens zitten en heb ik een soort overzicht van oké, dit is wat dit apparaat trekt. En dan doe ik hem weer bij een ander. Ja. Dus ik heb gisteren zowel mijn wasmachine als mijn droger aangesloten op het Z-Wave netwerk. Die ga ik de komende maand loggen. En dan ben ik eens benieuwd wat dat. Want dat zijn wel, dat zijn wel grote verbruikers, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Je moet water verwarmen en een hoop draaien, een hoop massa in beweging. Dus. Ja, dan is een PC'tje nog wat minder. Maar je zou eigenlijk denken dat die PC's, we krijgen steeds meer prestaties per watt. Worden die nieuwe componenten die we nu allemaal kunnen kopen, worden die ook allemaal steeds zuiniger, waarmee PC's steeds zuiniger worden? Of? Dat hangt er een beetje vanaf wat voor componenten het zijn. Door de bank genomen stijgt de efficiëntie van alle componenten. Maar fabrikanten die willen heel graag de beste zijn. De hero producten, dus zeg maar de topmodellen, die stijgen allesbehalve. Of die daar in efficiency, die zitten een beetje ongunstig in hun verbruikscurve. Waardoor je videokaarten hebt die bijvoorbeeld 400, 500 watt in hun eentje verstoken. En ja, dat is natuurlijk een beetje, dat is niet helemaal duurzaam. Maar dan krijg je dingen als een 3090 Ti en zo. Dat soort dingen, ja. En vroeger waren de topmodellen waren 250, 300 watt. En nu heb je, er is een speciale stekker voor de 3080 en 3090 verzonnen. Om juist veel meer stroom nog er doorheen te jagen. Zie je dan wel dat als je niet het beste van het beste wil kopen, maar een midrange iets koopt, is dat dan wel zuiniger dan vroeger? Of targeten ze gewoon eigenlijk, oké, we hebben een kaart van ongeveer 200 watt, een kaart van ongeveer 400 watt, een kaart van, en bouwen ze dan daarbinnen wat? Ja, dat is één segmentatie inderdaad. Maar een ander is gewoon op prijs. En binnen, voor die prijs krijg je een x-aantal prestaties. Dus daarom, oh, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, sorry. Maar zijn er eigenlijk een soort van klimaatbewuste videokaarten of andere componenten waarbij ze zeggen, ja, dit is echt het optimale wat we eruit kunnen slepen. Je verbruikt zo min mogelijk, terwijl je toch met voldoende framerates moderne games kan spelen. Een beetje het idee van misschien Fairphone op het gebied van duurzaamheid. Van hè, wij mikken ons, zijn er componentlijnen of fabrikanten zeggen, oh, maar wij hebben een ultrazuinige versie. We hebben een, voor zover ik weet niet. Het enige is dat als je maximale prestaties uit een chip wil halen, moet je er ook maximale stroom doorheen jagen. En als je een hele efficiënte chip videokaart bijvoorbeeld wil hebben, dan moet je een beetje hooguit midrange zoeken. Oké. Okay. Maar een fabrikant die zich profileert als groen, ik denk dat zeker videokaartenmarkt nog steeds gedomineerd wordt door FPS. Ja, dat kan me goed voorstellen. Ja, ik zou denken dat er wel een soort van markt is voor een videokaart die goed genoeg is en toch zuinig is. En dan geen RGB-verlichting, maar alleen G. Ja. Ik denk niet dat daar het echt het probleem in zit. Ik denk wel, bij CPU's heb je natuurlijk wel echt de low-power systeem. Ik bouwde vroeger altijd home theater PC's en dat soort dingen. En dat je natuurlijk wel de echte CPU-lijnen van, oké, dit verbruikt heel weinig wat. Ja, de T-serie van heel weinig inderdaad. Ja. Daar wel, maar dat was ook niet echt super powerful. Nou, in dat opzicht heb je denk ik laptop videokaarten die natuurlijk ontworpen zijn om afgestemd zijn om niet zoveel warmte te genereren. Het zijn dezelfde chips als die je op desktop kaarten ziet met een iets ander modelnummer, waardoor ze iets interessanter klinken. Die zijn vaak iets beter afgestemd op het lage verbruik, hebben vaak iets lage kloksnelheden. Dus in dat opzicht is het tijdens gebruiksfase van zo'n product wel duurzamer, denk ik. Maar waar die hele industrie, de hele halfgeleiderindustrie zich
denk ik niet snel aan gaat wagen is over het hele traject van de productie. Dat het vergaren van silicium, de hele productie, hoeveel energie erbij komt kijken voordat je een CPU als product hebt. Dat is nog weer een hele andere tak van sport. En ook een heel andere discussie inderdaad. Het gaat nu meer om wat je als thuisgebruiker ermee kan doen. Maar oké, stel ik heb dus thuis een... Nou, laat mijn systeem pakken. Ik heb even kijken. Ik heb een 3700X met een RTX 3800. Als ik nou... Dat staat allemaal redelijk stok. Standaard BIOS settings en zo. Als ik nou denk, ik zou graag eens kijken of ik daar gewoon... Of ik die wat zuiniger kan maken. Wat heb ik dan qua knoppen waar ik aan kan draaien? Primair voor die dingen heb je in de software wel knoppen. Als je hem zuiniger wil maken, betekent dat eigenlijk dat je... Je gaat of undervolten, dus je past een lagere spanning toe op die producten wanneer ze op volle belasting draaien. Of je, en deze twee kun je ook combineren, je kiest voor iets lagere prestaties. Want wat Willem net al zei, in deze hele wapenwedloop die AMD is veel concurrerender geworden in de afgelopen jaren, zowel bij de CPU-kant als bij de GPU-kant. Nvidia en Intel die zijn wel aardig op hun teentjes getrapt. Dus iedereen is vol gas bezig om die prestatiekroon deze generaties te pakken. En dan zijn ze bereid om die chips tot echt de maximale kloksnelheden te halen. Ja, daar verlies je alle efficiëntie mee. En voor deze producten, de RTX 3080 die je hebt, gaat het misschien nog wel. Die is iets minder heftig dan de RTX 3090. Maar ook hier geldt weer, kies jij voor een iets lagere klokfrequentie en ben je bereid om bijvoorbeeld 5 of 10% prestaties op te geven. Wat je misschien niet bent, maar stel je zou dat zijn, dan kun je daar een 30 tot 40% lager energieverbruik misschien wel voor terughalen. Ja. Dat is, Als je een goede chip hebt, dan lukt dat wel. Aan de CPU-kant misschien die 3700X iets lastiger, maar qua videokaarten kun je wel behoorlijk wat... Hoe doe ik dit? je hebt er verschillende programma's voor. Afterburner van MSI is een hele bekende. Laat ik zo vragen. Ik weet bij mijn AMD-CPU tegenwoordig, dan zeg ik gewoon overclock. Ja. En dan gaat hij allemaal zelf bedenken wat zeg maar zijn maximale settings zijn. Kan ik nu ook zo'n systeem zeggen undervolt? En dat iets, of moet ik zelf gaan zoeken en dan 0.1 volt eraf en dan kijken of hij crasht? Nee, je kunt... volgens mij zit er in Radeon Settings... Ik weet niet of dat voor de CPU's zo is uit mijn hoofd ook een undervolt optie bij. Dus dat is inderdaad gewoon letterlijk die knop. Dan past hij nog een best wel veilige undervolt toe op zo'n CPU en op een videokaart. Voor de processor kun je anders, als je daarmee aan de slag wil, vaak naar het BIOS van je moederbord gaan. En daarin is eigenlijk de makkelijkste optie als je hiermee wil experimenteren en niet precies weet waar je moet beginnen, is om een turbo functionaliteit uit te schakelen. Dan haalt hij niet de allerhoogste kloksnelheden eruit, maar dan schroeft hij het ietsje terug. Die laatste paar honderd megahertz ga je in games ook eigenlijk nooit wat van merken. Maar in je verbruik wel. Want ja, die laatste paar megahertz die zo'n CPU moet halen volgens specificatie, die zijn het duurste op het gebied van energiegebruik. Ja, heb je dat zelf ook thuis gedaan met je eigen systeem? Ja, ik heb het zelf ook. Het is bij mij wat sterker geworden, ironisch genoeg, sinds ik zonnepanelen heb liggen. Omdat ik gewoon wat bewuster ben geworden van wat alles verbruikt. Ja, die zonnepanelen die wekken echt genoeg op om dit recht te trekken. En toch had ik zoiets van, nou ja, als die chip het aan kan, heb ik de kloksnelheden iets omlaag geschroefd. Heb ik ook een offset toegevoegd. Dus je kunt undervolten door een absolute waarde op te geven die bij een bepaalde klokfrequentie moet halen. Of een offset, en dat betekent dat die dus over een gehele linie, een lijn moet je het voor je zien, waar telkens een kloksnelheid en een spanning, een bijbehorende spanning, oploopt. En dan zie je als je zo'n grafiek uittekent dat nou ja, bijna exponentieel ongeveer toeneemt naarmate je verder komt. Dus steeds hogere kloksnelheden vereisen steeds hogere spanning. Als je een offset offset toevoegt of toepast, dan trek je die hele lijn iets naar beneden. Dus dan over de gehele linie is de spanning lager en daardoor het verbruik lager. Heb je ook gemeten bij jezelf wat dit dan? Heb je een soort before en after meting gedaan? Ik heb... in mijn geval heb ik dat vanuit software gemeten, gewoon op mijn pc'tje thuis. Dus niet aan de kant van stopcontact. Ik geloofde wel dat die software nauwkeurig genoeg was. En jij zag ook die double-digit resultaten in verbruik naar beneden? Ja, nou ja, nee want dit ging niet ver genoeg, kon ik dit terugschroeven. Dit was niet een CPU die ik zo ver kon terug undervolten om echt heel veel eruit te halen. Want je moet wel mazzel hebben gewoon met dat jouw chip die van de band... Want ze hebben natuurlijk een bepaalde minimale spanning... waarvan ze weten, alle chips die we maken... ook al zijn de ene is wat beter dan de andere, rolt hij eraf. Hiermee kunnen ze toe. Precies. En als je mazzel hebt, dan heb je een goed exemplaar... die je eigenlijk met minder
die nog met een stuk minder toekwam. En als je een beetje pech hebt, dan heb je eentje die echt al in de buurt zat van die marge die ze bewust hanteren. Ja. Ja, maar ik moet wel zeggen, het is echt, ik leer hier wel dat je met een 5 tot 10% undervolt, dacht ik, nou, dan heb je ook 5 tot 10% minder performance. Maar dat daar een soort multiplier op zit. Heb jij dit thuis ook gedaan, Willem? Nee. Als je dit zo hoort, denk je dan, oh, misschien moet ik daar nou eens naar kijken? Ik heb een 3600, ik heb al een beetje een hele zuinige processor. Maar het kan misschien nog zuiniger Het kan nog iets zuiniger, klopt. En ik weet niet welk videokaart je hebt. Een 5500 XT. Ik heb echt instapspul, zeg maar. Het is niet een high-end gaming rig. Nee, maar ik game er ook niet zoveel op. Ik game meer op console. Jij, Arnoud, ben jij thuis ook een beetje bezig in brede zin met stroomverbruik optimalisatie? Ja, eigenlijk wel. Het is wel iets waar ik heb een soort stroommetertje. Al in het begin van corona had ik die in huis gehaald. Om te kijken wat iets verbruikt. Dat was simpelweg omdat ik gewoon even van dingen wilde weten waarvan ik dacht van volgens mij gaat dat daar niet helemaal goed. En sindsdien ben ik wel gewoon aan het kijken en dan steek ik hem erin en dan laat ik hem even een tijdje bijhouden. Net als wat jij eigenlijk doet, alleen dan wat meer low-tech. Wat hij doet. En ik vind dat wel mega interessant. En zo heb ik geleerd dat ik bijvoorbeeld de vaatwasser moest vervangen. Want daar ging iets grondig mis. Wat eruit kwam was trouwens ook niet heel goed hoor. Want dat was allemaal vies. Maar dus dat heb ik toen ook gedaan. Dat heeft dat ook getriggerd, ja. Dus dat soort dingen wel. Maar ik heb bijvoorbeeld geen gaming PC staan. Want ik game ook alleen op console. Dus dat is voor mij ook niet relevant. Dus die stroomvreter zit er niet tussen. Ja, ik heb... Mijn focus lag vooral, en dat was eigenlijk omdat ik dit dus niet goed wist. En dacht van ja, als dingen echt vol staan te loeien, dan kun je niet zoveel mee. Ik zat meer naar sluipverbruik te kijken en naar wat doet alles in standby. En als ik zeg maar niet thuis ben, als ik nu mijn telefoon erbij pak, kan ik nu kijken thuis terwijl niemand is, hoeveel energie er nog verbruikt wordt. En dat wilde ik eigenlijk zoveel mogelijk omlaag krijgen. Mm-hmm. Maar is ja, dat gelukt? Kijk, je hebt altijd dingen, ja, een koelkast staat aan. Ja. En sommige dingen is standby makkelijk. Bijvoorbeeld als ik de stroom van mijn... Ik heb een stekkerdoos voor al mijn mediaapparatuur. Een tv, een mediaspeler, een versterker. Nou, dat trekt volgens mij idle iets van 10 watt. Als het allemaal uitstaat. Nou, dat is toch 10 watt. Maar als ik daar letterlijk gewoon de stroom aftrek en ik zet de stroom er weer op, dan gaat de apparaat automatisch aan. Dan gaat mijn tv ook gewoon weer aan. Dat die een soort van on-power los gaat weer aan. Dat vind ik zeg maar irritant. Dus ik had eerst zo gemaakt, als ik mijn deur op slot ging, dan ging de deur uit. Dus ook zeg maar, ik heb zo'n Nuki. Ze ging er een seintje en dan ging zeg maar gewoon die hele stekkerdoos uit. Nee, maar toch niet thuis. Maar als ik dan weer thuis kwam, dan werd mijn tv automatisch aangezet. En moet ik hem elke keer weer uitzetten. Dus dat zijn van die dingetjes dat ik af en toe gemak versus stroomvermindering, zeg maar. Maar ik werk ook vaak genoeg gewoon hele dagen thuis, dat die PC gewoon aanstaat. Dus ik ga wel even naar de truc van waar hij het over heeft. Even kijken of het is. Vraag je tussendoor. Maar jij hebt Ziggo, toch, zei je? Ja. Heb je ook een Ziggo box? Nee, ik heb direct CE Plus achter in de tv. Jij zegt 10 watt. En met een Ziggo box is 10 watt een beetje weinig, heb ik begrepen. Nee, dat ding schijnt inderdaad niet zozeer. Ze hebben vandaag weer nieuwsbericht. Ze hebben nu die Mini waarmee ze uitkomen. Die Next Mini. Dat zou beter moeten zijn. Dus nee, ik ben vooral bezig geweest met minimaliseren. Maar ja, dan kom je gewoon op een paar basisdingen uit. Ja, zoals een koelkast en zo. En andere apparatuur waar je niet echt onderuit komt. Zet jij je NAS uit? Als je een NAS hebt? Nee, ik heb een thuisservertje. Nee, die is wel always on. Jij? Ik laat hem ook slapen. Maar hij blijft wel aan. Ja, oké. Maar als je dan iets van NAS moet hebben, dan via Wake on LAN of zo, dan... Ja. Kijk, ik heb weer een paar dingetjes te checken. Je kan weer een beetje tweaken. Ja, nee, maar dat is ook wel weer interessant om dat terug te dringen. Hey, zijn er verder dan, hè? We hebben het over undervolten van je CPU en je GPU. SSD's, boeit dat tegenwoordig nog, wat je erin hebt zitten? Ja, nauwelijks. Het is een paar wat bij Active gebruikt. Dus. En de meeste tijd zijn ze toch aan het idelen. Ja, oké. Okay. Nou, dat zijn eigenlijk wel meteen de voedingen. Efficiëntie, is dat allemaal ook? Ja, het meeste is ook 90 plus procent efficiënt. Dus dat maakt ook niet. Je kan voor een platinum, maar de aanschafprijs die je voor een hele hoge efficiëntie betaalt, dat verdien je niet zo heel snel terug in die 2% die het efficiënter is. Ja, ik kan me wel voorstellen dat een grote ultrawide
HDR 600 gecertificeerde gaming monitor. Ik wou net zeggen, even monitor, dat die wel wat meer vraagt dan een klein 22 inch Full HD scherm. Ja, ik wou net zeggen, monitor kan wel duidelijk invloed hebben op het totaalverbruik van je desktop als je aan thuiswerken bent of iets dergelijks. Kijk, die als je niet aan het gamen bent, dan is je processor ook niet zoveel aan het doen. Of als je niet aan het renderen bent, dan doet je CPU ook weinig doorgaans. Je videokaart normaal gesproken ook. Maar wat wel maf is met videokaarten, of eigenlijk dus helemaal niet maf. Als jij een fancy monitor hebt met een hoge refresh rate en dat ding daar standaard op ingesteld, dan zijn er behoorlijk wat videokaarten die hun de kloksnelheid van het werkgeheugen hoog houden om die refresh rate te voeden, als het ware, om de display output te zorgen dat, stel je hebt een 144 hertz monitor, dat die videokaart altijd 144 beelden per seconde uitstuurt. Er zijn genoeg videokaarten die geheugenklok hoog houden, ook als je gewoon op het bureaublad niks zit te doen of iets dergelijks. Dus heb je een fancy monitor of heb je meerdere monitoren, er zijn ook genoeg videokaarten die bij het aansluiten van meerdere monitoren ook die geheugenklok omhoog gooien, omdat er is gewoon meer werk te doen voor die display output. Dan zie je best vaak dat de videokaart meer gaat verbruiken. Ook als je niks aan het doen bent. En dan kan soms wel echt het verschil zijn van een videokaart die in idle 10 tot 15 watt verbruikt en dan meerdere displays of een hoge refresh rate moet doen, dat het van 10 of 15 watt naar 30 tot 40 watt gaat. Okay, nou, zie dat, ja, op een hele werkdag lang, terwijl je hebt dat niet nodig. Dus dan zou je bijvoorbeeld ook, je kunt het testen door je in het geval van een high refresh rate monitor om terug te zetten op 60. Kijken of je dan ziet in toeltjes waarmee je kunt loggen of het verbruik omlaag gaat. En inderdaad, je zei het al, een HDR-monitor. Ja, zo'n HDR-functionaliteit, dat vraagt ook nog wel wat. Een dikke backlight, inderdaad. Even dus doorzet, zet iedereen hier altijd zijn PC netjes uit? Ja. Als je niks mee doet? Ja. Ja. Ik heb zo'n stekkerblok met zo'n knoppie. En einde werkdag is het gewoon klik. En ja, dan gaat alles. Ja, maar einde werkdag. Maar jij gaat ja, het is mijn werkplek, niet mijn gameplek. Nee, maar jij gaat halverwege de werkdag, ga je even lunchen. Misschien ga je even een rondje buiten lopen. Gaat die dan helemaal uit? Nee, daar gaat hij niet uit. Gaat hij dan wel in slaap of hibernate of zo? Of staat hij gewoon met de desktop open dan? Nou ja, gaat wel in ik weet niet welke van de twee het is. Het zal wel slaap zijn. Als je hem gewoon lokt en je zet de monitoren uit, wat gebeurt er dan? Dat ligt aan wat je ingesteld hebt. In principe idle of, of hoogste slaap. Maar ja. Misschien slaapt hij wat, ja. Maar en bij jou, Willem, als je even de deur uit moet? Idle of slaap. Ja, nee, ik merk dat ik ben hem meer aan het uitzetten. Maar dat deed ik ook niet altijd. En dan ging op zich wel het scherm op een gegeven moment uit. Dan idelt hij wel. Maar het zijn toch weer de kleine dingetjes die het doen. Zeker. Alright. Nou, ik ga in ieder geval mijn videokaart en mijn proces maar eens ondervolten. En ik heb er dus een stekker op aangesloten. Een stroomstekker die het al echt al jaren logt. Nou, maanden. Dus ik ben ook wel benieuwd wat dat dan. Ik zal even terugrapporteren, Reinhard. Wat hoeveel ik, en vooral dan een. Ik weet vooral nu goed wat hij verbruikt in idle. Ja. Maar misschien ook even een 3D-markje runnen of zo. En kijken wat dan het verschil is in. Ja, verwacht hoe dan ook in idle geen grote veranderingen. Daar kun je doorgaans in idle niet zo heel veel in ondervolten. De moderne hardware is al echt goed om dat optimaal terug te dringen. Maar de grote verschillen kun je onder volle belasting gaan zien. Ja. Ja. Nou, sowieso als mensen het interessant vinden. Jij bent hier ook nog. Ik ben hier nog mee bezig met een artikel. Waar we dit met harde cijfers ook wat meer inzichtelijk gaan maken. Ja. Dus dat komt er zeker aan. Dat is al een hele mooie onofficiële brug naar de sneak peek. Zeker. Ik hoorde hem aankomen. Ja, doen we gewoon. Waardeer ik. Even kijken. We hebben weer een artikel aan van onze nieuwste gastschrijver. Ja. Ja, er is een tweede Arnoud op de site verschenen. Oeh, na al die jaren heb je opeens concurrentie. Arnoud Engelfried, een heel bekende naam op Twitter. Hij is ICT-jurist. Schreef vorige maand al en komend weekend komt er weer een artikel aan. Volgens mij gaat het over DRM. Dus dat is een onderwerp wat heel veel tweakers helemaal niet bezighoudt. Dus nee, dat wordt wel weer leuk, denk ik. En KPN en de ACM? Dan zou je denken dat het bij mij ligt, hè? Maar dat is van collega Olaf. Het gaat over vaste netwerken. En wat het precies inhoudt, ja, dat zul je moeten zien, want ik weet het niet. Nou, iets als KPN is naast ACM, iets met glas. Ja, dat denk ik ook. En misschien is het gewoon, dat gaat erover dat ze bij mij nog steeds geen glas gaan aanleggen, bij mij in de straat. Het gaat exact over Wout Funnekotter en zijn zoektocht naar glas. Ja, ja. Willem, zijn er nog andere dingen die ik hier niet in mijn voorbereidingslijst heb staan, maar wel tof zijn die in de pijplijn zitten?
ik ga op vakantie, dus ik heb niet zo gek veel. Dat is zeker tof. Dan ben je netjes je zaken aan het afronden. En Renat heeft het al gezegd. Nou, mooi. Dan, dit gaan we niet toppen. Dus dan rond ik hem hier af. Dankjewel, jongens. Dankjewel voor het luisteren, voor het kijken. Heb je nou feedback? Dan kun je altijd even mailen op podcast@tweakers.net of een berichtje achterlaten op de site. Tot volgende week. Doei.